deboodschap.today. Suriname en Guyana bespreken samenwerking ter bestrijding van COVID-19. Functionarissen van Suriname en Guyana kwamen op maandag 20 april 2020 via videoconferentie bijeen om modaliteiten vast te stellen voor samenwerking ter bestrijding van het nieuwe coronavirus COVID-19. Beide partijen onderstreepten het belang van opereren in een geest van samenwerking en sterke solidariteit om de ziekte te bestrijden. De twee partijen bespraken ook de noodzaak van samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid, immigratie en sociale bescherming om zowel hun nationale als collectieve acties op de door de wereldwijde pandemie veroorzaakte crisis te versterken. Ze hebben geconstateerd dat beide landen overeenkomstig internationale richtlijnen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus onder hun burgers te stoppen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.